Welkom bij de meest bizarre Content Veen aflevering tot nu toe. In de vorige aflevering hebben we deze prachtige boom hier gebouwd. We hebben hem niet eens één keer gebouwd. Nee, we hebben hem twee keer gebouwd. Hebben we dit prachtige pad hier een kleine upgrade gegeven. En hebben we een start gemaakt aan onze prachtige megabasis hier. Wat een interessante vorm is dit, jongens. Vandaag is dan ook eindelijk de dag dat we hiermee verder gaan. Ik ben druk bezig met de voorbereidingen voor mijn megabasis. Zo zijn we deze koperblokken hier aan het oxidizen. Hebben we hier drie shulkerboxen vol met interessante spullen staan. En hebben we Esmeralda hier die nog geen moment vertraging heeft opgeleverd met deze tram. Maar nu is het tijd om de laatste dingen te regelen. Zo hebben wij 166 zwarte concrete nodig. 168 gele concrete. 675 blauwe concrete. 1892 cyan terracotta. En tot slot hebben we 8295 witte concrete nodig. Jongens, dat zijn 130 stacks. 130 stacks van dit witte blok heb ik hier nodig. Ongelooflijk. Nou, laten we maar gelijk beginnen. Gele concrete. Dat moet natuurlijk ook nog omgetoverd worden. Dan is het tijd om even naar Venetië te gaan en even wat kleurtjes in de winkel te kopen. En dat doen we natuurlijk in dit prachtige roze huisje hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En 1. 1 is wel genoeg voor zwart. Ik lijk wel de officiële hoofdsponsor van deze winkel, zoveel als ik hierin uitgeef. Laten we even kijken of we het hiermee redden. Stoppen we dat mooi in deze shulkerbox. Toveren we dat direct mooi om naar allemaal dikke concrete blokken. Nou, we zijn al een heel eind. Zoals jullie kunnen zien, gele concrete, blauwe concrete en zwarte concrete. Laten we dan nu maar beginnen met de 1829 blauwe terracotta. Nou, dat zal wel even genoeg terracotta moeten zijn. Nu is natuurlijk de grote vraag, hebben we genoeg blauwe dye? Natuurlijk hebben we dat niet. Betekent dat we weer naar deze prachtige winkel mogen. Ik blijf het zeggen, jongens. Ik ben vaste klant hier. Ik zou al gesponsord moeten worden. Nu hebben we niet alleen deze kleuren allemaal genoeg, jongens. Nee. Nu hebben we ook deze genoeg. En dan nu het moment waar iedereen op gewacht heeft, behalve ik. 8295 witte concrete. Wie bedenkt dit ook? Nou, laten we even kijken hoeveel we redden. Met allemaal prachtige witte concrete. Oké. Weet je, het goed begin is het halve werk. Alleen zoals je kan zien moeten deze twee kisten ook nog gevuld worden. Dus dit is niet eens het halve werk. En ja, mijn witte dye is op. Dus we keren weer terug bij deze winkel. Ik denk als ik deze kist vol zie en als ik deze kist vol zie en als ik deze kist voor iets meer dan de helft vol zie, dat we genoeg witte concrete powder hebben. Maar dan kom je natuurlijk nog met het dingetje. Het moet niet concrete powder zijn, maar gewoon normale concrete. Moet ik dit nou allemaal pakken en vervolgens helemaal om gaan toveren tot witte concrete blokken? Letterlijk 130 stacks? Dat dacht ik niet. Gelukkig hebben we de basis van meneer KB. En heeft hij in zijn afgelopen video een soort van concrete machine gemaakt. Je moet blijkbaar omhoog klimmen, erop springen, een hendel overhalen, hieronder staan en dan is het volgens mij gewoon dit. Volgens mij moet ik nu letterlijk dit blijven doen en ik weet niet of dit daadwerkelijk werkt, maar we gaan het zien. Ik ben gewoon lekker aan het klikken en ik weet niet wat er gebeurt. Oké, nu ben ik heel benieuwd. Volgens mij zou mijn concrete dan in deze kist... Dat valt me vies tegen. Of zit het in de onderste? Oh. Nee, oké, jongens, dit werkt wel. Nou, wens me succes. Ik moet al deze shulkerboxen hier... moet ik helemaal daar in die machine gaan stoppen. Ik heb er nu al zin in. Duurde ontzettend lang, maar het had veel langer geduurd als ik dit met de hand moest doen. Dus dankjewel, meneer KB. Vol met concrete, vol met concrete, vol met concrete, vol met concrete, vol met concrete. En helemaal leeg. Ik heb precies 8605 witte concrete blokken. Eindelijk genoeg om te beginnen aan mijn megabasis. Zo, je gelooft het bijna niet, maar alles wat we hebben verzameld zit in deze prachtige shulkerboxes. Helemaal stampvol met allemaal blokken. En ik denk dat het dan ook maar
daar is tijd dus om te beginnen. En dan zou je zeggen, het is eindelijk tijd om deze basis af te bouwen. Maar nee, dames en heren, het gaat letterlijk simpelweg om de fundamenten van mijn prachtige megabasis. Dit gaat letterlijk, gok ik zo, een 10% zijn van wat ik uiteindelijk wil bouwen. Maar goed, laten we beginnen in 3, 2, 1... is toch wel behoorlijk succesvol gelukt. Zoals jullie kunnen zien hebben we de hele basis gebouwd. Nou, de hele basis. We hebben de basis van de basis gebouwd. Ik hoop dat jullie dat snappen wat ik bedoel. Een soort van de funderingen, de eerste verdieping, weet ik wat allemaal. Hier bovenop komt uiteindelijk de basis. Maar ik kan jullie wel even een kleine rondleiding geven met wat we allemaal alvast gedaan hebben. Nou, ten eerste natuurlijk het gebouw zelf. Buongiorno! Buongiorno, Arlo! Hoe is het? Ciao tutti! Ja... Ja, goed, met jou? Goed, wat kom je doen? Ik kwam even kijken wat voor gebouw je hier nou weer had neergezet, joh. Ik wilde net een rondleiding geven, gewoon. Oh. Toevallig had je, kom mee. Ja, je bent, nu heb ik ook daadwerkelijk iemand om de rondleiding aan te geven. We hebben hier een lamp gebouwd. Oh, mooi. Een vloer en muren waar geen details in zitten, omdat je ze toch niet ziet, omdat je door de hekken heen kijkt. Oh, ja. Dan nog meer lampen, zoals je hier ziet. En dan hier om het hoekje, helemaal doorlopend naar achter, nog meer lampen. Ja, echt heel veel lampen gewoon. Oh, en als we dan even gelijk teruglopen. Wat zei je? Wel industrieel, zeg ik. Ja, industrieel, maar ook een beetje hypermodern. Gewoon een beetje net die combinatie van die twee, weet je? Ja. Nou, dan hebben we hier natuurlijk Main Street, noemen we dit. Dit noemen we al de hoofdstraten, gezellige boel, de bende hier. Dan hebben we mega gebouwen, helemaal symmetrisch en zo. Ja. En ik heb al ideeën hoe ik dit wil gaan inrichten. Okay. Dat ga ik lekker nog niet zeggen, want dat is gewoon geheim. Ook niet tegen jou. Oh, nee, gewoon even... Echt niet? Nee. Jammer weer. Ja, jammer hè. Jammer weer. Ja. Hé, maar een zebrapad hier en zo en hier een dicht hek. Als ik ooit wil uitbreiden, kan ik dit hek opengooien en dan kan ik daar doorgaan. Maar het is eerst tijd om dit gebouw te doen. En weet je hoe hoog die wordt? Nee, dit is nog niet klaar dan. Nee, natuurlijk niet. Hij wordt denk ik echt 6-7 keer zo hoog. Oké. Dus dat wordt nog heel bijzonder. De toren van Ricky nog wel... Ja, hij komt veel hoger dan de toren. Hij wordt zeg maar hoger dan de toren van Ricky. Nou, misschien niet... Ja, weet ik niet. Hij is breed heel erg. Ik weet het niet. We gaan het zien. Okay. Spannend. Lekker in spanning wachten we af. Ik ben benieuwd. Ik ook. Bedankt heb ik al ideeën gewoon. Ja, geen probleem. Wat kom je doen? Nou, wat kom je? Je kan gewoon even oprecht kijken. Ik kan gewoon oprecht even kijken. Nou, dat vind ik leuk. Ja. Heb je Esmeralda al gezien? Wie is dat? Bij deze. Dit is mijn tram. Conducteur. En dit is Esmeralda. Oh. Zij is de tramconducteur. Gezellig. Kan ik ook mee met Esmeralda? Nou, de trein is buiten functie momenteel. Oh. Is niet functioneel. Wat? Oh, dat endert mijn hoofdje hier. Als dat is een koppelding, of ja, dat is een koppelaansluiting voor een andere tram is dat. Wat goed. Ja, dat is een leuk detail. En mijn hoofd wordt als koppelstuk gebruikt voor de tram die je aan kan sluiten eraan. Goed, dat was de rondleiding. Harlow was erbij. Hartstikke gezellig gewoon weer. Voor nu hebben we voor deze video wel eventjes genoeg gebouwd, jongens. Ik kan wel aan jullie verklappen dat ik al een ontwerp heb voor de voorkant. En ik heb een ontwerp voor een stukje van de achterkant. En dan niet eens de buitenkant van de achterkant. Nee, ik heb een ontwerp voor dit blok hier. Dat gaat best wel hoog worden. En
voor deze ruimte en deze ruimte. En ik snap dat je dan enorm benieuwd bent wat ik hier allemaal ga doen, jongens. Het gaat er zo geweldig uitzien. En ik kan jullie beloven, er gaan echt heel wat details in komen. Ik heb nog niet zoveel met details gewerkt dit seizoen. En ik heb wel bewust gedaan dat het een beetje natuurlijk een moderne keuze is wat ik allemaal doe. Maar ik denk dat ik voor de buitenkant ook al meevalt. Maar vooral voor het interieur hier ga ik echt heel veel details gebruiken. Daar heb ik gewoon zin in. En dan kunnen we eindelijk ook al deze kisten een keertje naar binnen verhuizen. Want die staan hier al zo lang en het ziet er niet uit. Deze kan ik trouwens allemaal gaan hakken inmiddels. En ik gok zodra mijn nieuwe kistenkamer af is dat het magazijn hier weg zal gaan. Niet het gebouw zelf, maar de tekst en het interieur. En dat ik dan hier waarschijnlijk een sugarcane farm van maken. Want dat is de enige die nog mist. Ik denk dat ik hier dan ook misschien wel leuk gewoon een sugarcane kan bouwen. We zien het wel even. De zwarte kat zal het weten. Goed, dan komen we nu aan op het volgende puntje van mijn video. En dat is mijn prachtige froglight farm. Daarvoor moeten we even helemaal deze kant op vliegen. Dan komen we hier aan bij mijn lieve kikkertjes. Ik ben benieuwd hoeveel er inmiddels zijn. Ik heb een beetje een stiekem doorlopen breeden in de tussentijd. En zo te zien zijn er heel wat kikkers en nog heel veel meer kikkervisjes. Dus ik denk dat het hier wel lekker druk gaat worden. Laten we even naar mijn farm gaan. Want in de vorige video, of volgens mij die video daarvoor... Nee, volgens mij was het de vorige video, heb ik deze prachtige farm hier gebouwd. Alleen zoals jullie kunnen zien spannen de dieren in die er niet in moeten spannen. Ook niet heel handig. En ik heb aan jullie gevraagd wat het probleem was en blijkbaar, jongens, moet je dit in een biome bouwen, die basalt biome. En als we even nu hier kijken, de biome waar ik het nu gebouwd heet de Nether Waste. En de basalt biome, Soul Sand Valley, nou, dat is ook niet hier. Die zit helemaal hier ergens, volgens mij, als ik deze kant op vlieg. Ja, kijk, ik had er al een paal gebouwd samen met Joris. Jongens, ik moet blijkbaar mijn prachtige farm, moet ik hier bouwen. Oh, dus laten we hem even verplaatsen. Ik heb hier zo geen zin in, want dit is zo overbodig. Sloop, 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 bouwen, 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 bouwen. Oh, wat mooi dit. Oh, bouwen, bouwen, wat prachtig. Goed, jongens, hij is verplaatst. En aan alle particles hier om me heen te zien is het gelukt. Hij staat in de goede biome. Maar het ding is, deze prachtige Iron Golems hier... Ja, het lukt hem niet om die opnieuw op de goede locatie te krijgen. Dus wat wij gaan doen, eventjes hierheen vliegen. Ik ben het platformpje van mijn Iron Golems zo te zien vergeten. Zoals jullie kunnen zien, werkt de farm wel. Ik bedoel, de kikkertjes hier zijn alle prachtige beestjes aan het opeten. Die droppen froglights die dan door de herrie hieronder opgepakt wordt. Die zo te zien moet dan nog even opnieuw gekild worden. Nou jongens, eten. Avondeten, kom maar, pak ze. Pak ze! Kom op! Ja, goed zo, jongens. Lekker opeten. Oké, hier gaan we mijn Iron Golems bouwen. Bouwen we het heel even met daylight detectors bouwen we het in. Vraag me niet waarom, maar ik heb momenteel geen andere blokken bij me. Dan hier komt hij te staan, zo. Nee, mijn scaffolding! Dat dacht ik niet aan! Oh, het gaat helemaal fout, jongens. Oké, werkt dit als ik nu dit doe, zo? Nee, natuurlijk niet. Oké, volgens mij hoe je dit deed, jongens. Ik ben het letterlijk vergeten, want ik heb vorige keer een tutorial gevolgd. Volgens mij... Waarom doet hij het nou niet? Oké, nu moet hij wel werken. Nu is er niks aangesloten aan. Kom op, span 1 en 2. Juist. Oké, we hebben hem, jongens. We hebben de manier gevonden hoe dit werkt. We hebben de manier gevonden hoe dit werkt. Zo, dan zijn er weer twee Iron Golems. Dan moest ik dit glas door laten lopen. Dan konden ze niet meer ontsnappen. En dan komt dit hier allemaal weer weg. Als goed is, kan ik dan heel voorzichtig dit randje hier weer weghalen. Goed jongens, blijkbaar stond altijd mijn facecam uit. Maakt niet uit, de facecam is er weer. Hallo, we zijn er weer. Volgens mij werkt hij nu jongens. Volgens mij is mijn farm nu echt af. Ik ben hier gewoon niet zo heel goed in. Laten we even alle gevallen blokken oppakken hier uit de kisten. Zo te zien, werkt de froglight farm wel natuurlijk goed. Want er zitten al heel wat froglights in. Oh, ja. Goed, dan plaatsen we deze scaffolding hier. Dan gaan we even boven EFK staan. En dan zie ik jullie over 10 minuten. En dan kijken we wat het resultaat is. A few moments later. Goed, we zijn, ik denk 5 minuten verder. Uiteindelijk had ik geen geduld voor 10 minuten. Maar ik ben heel benieuwd. Want ik wil namelijk even kijken of die een beetje weg... Oh, dames en heren, jongens en meisjes. Kijk eens even wat hier... Mijn Iron Golems zijn dood. Maar ja, nu ga ik waarschijnlijk ook dood. Oh nee, oh nee, oh nee. Mijn Iron Golems zijn dood? Hoe kan dat nou weer? Waarom? Hoe is dit ontstaan? Ze zijn dood. Heb ik überhaupt al een beetje winst gemaakt? Hier 5... 11... 39... Oh, oké, okay, jongens. Hij werkt heel goed. Alleen zo te zien vermoorden ze even goed mijn Iron Golems. Dat is niet helemaal de bedoeling. Maar aan de froglights hier te zien werkt hij 100 keer beter dan dat hij hiervoor deed. Omdat hij nu in de goede biome staat. Alleen, ik moet dus wat nieuws bedenken waarop de Iron Golems niet meer doodgaan. Want dit is wel een beetje treurig weer. Maar hè, dat is een probleem voor een andere video, jongens. Ik vind dat ik nu alweer genoeg aan deze stomme farm gedaan heb. Ik vind de farms bouwen in Minecraft eigenlijk helemaal niet leuk. Althans, dit soort dingen. Zeker niet als ik hem 2 keer moet bouwen. En dan gaan ook nog eens die Iron Golems dood. Daar heeft toch helemaal niemand zin in. Goed, laten we naar huis.
huis gaan. Ik heb genoeg froglights voor voorlopig. Dus wanneer ik hem weer nodig heb, dan fix ik hem wel. Goed, dan komen we bij het volgende puntje van deze video. Ja, jongens. Gewoon drie verschillende punten. Eerst mijn basis, toen de farm en nu bij het allerlaatste puntje. En dat is dat ik best wel zwak ben op het moment. Zoals jullie kunnen zien, mijn elytra is wel oké. Maar ik heb best wel een hele slechte broek. En ik heb op zich ook niet de beste schoenen. Nou, mijn schoenen zijn wel oké. En mijn tools, jongens, die zijn oké. En nou is het natuurlijk het ding. Ik heb 16 diamonds. En die gaan we allemaal uitgeven. Lopen we even naar de bibliotheek van onze Char. Dan heb je de boekenwinkel namelijk hier beneden. Even kijken, wat heb ik allemaal nodig? Laten we eerst sharpness voor op mijn ex doen. Oh, sharpness is er niet meer. Oh ja, sharpness is er wel nog. 1, 2, 3 diamonds. Dan wil ik protection 4. 1, 2, 3. 3 keer, ja. Nee, 4 keer. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dan wil ik unbreaking 3. En mijn laatste diamonds geven we dan uit aan mending. En dan vraag je je natuurlijk af waarvoor ik dit allemaal nodig heb. Het is natuurlijk handig sowieso om een beetje betere armor te hebben. Maar in de volgende video gaan we een groot avontuur aan met z'n allen. En daarvoor heb ik echt even betere armor nodig. Goed, maar naast deze boekjes heb ik ook wat levels nodig. En nou heb ik Ashar gevraagd of ik even naar Mandy's Mansion hier mag. Om daar met wat villagers te traden, zodat ik wat levels kan krijgen. En ze zei dat het handig is om dan te beginnen met de pompoenen en zo. Dat ik pompoenen moet gaan ruilen met deze mannetjes hier. Laten we even kijken of dit daadwerkelijk verstandig is wat ik hier nu aan het doen ben. Eerst zal mijn armor er zo gerepareerd worden voordat we levels krijgen. Oké, level 16. Ja, ik mocht levelen toch van jou. Goed, level 21. Ik zie jullie over 5 minuten. Ik kijk wel even hoe snel dit gaat. Goed, we zijn level 40. Dankjewel, Char, voor de XP. Ik ben erg blij dat ik af en toe naar Mandy's Mansion daarvoor kan. Hij is nog niet open, jongens. Binnenkort gaat hij waarschijnlijk open voor iedereen. En dan moeten we waarschijnlijk ook een entreeprijs betalen. Maar daar ben ik meer dan blij voor om dat gewoon te doen. Maar goed, wij hebben de benodigde levels, denk ik, om dit allemaal te enchanten. Laten we beginnen met mijn ex. We gaan even sharpness op mijn ex zetten. Dat kost 12 levels. 12 levels! Dan gaan wij even kijken hoor. Want dan gaan we mijn broek en mijn schoenen gaan we enchanten. Op mijn schoenen wil ik... Oh, ik heb fire protection gekocht. Gadver, dat is de verkeerde. Ik ga omruilen. De normale protection is op. Dat meen je. Ik wil geen fire protection. We gaan straks wel even bij Shark lagen. Goed, laten we eerst dan even mending op mijn broek zetten. Dan zetten we een prachtige mending op. En we zetten unbreaking 3 op de... Ook op de broek. Ik wil ook unbreaking 3 op de broek hebben. Mijn enfield stuk. Het zit niet mee, jongens. Het zit zeker niet mee. Char. Ja? Oh, daar ben je. Waar ben je? Ik zeg al daar ben je, maar ik zie niet. Ja, mega doolhof. Ook verdieping? Waar gaat de grond? Oh, daar ben je. Waar ik net was ook. Ja. Hé, je protection boekjes zijn op in je winkel. Ik koop wel even nieuwe. Je koopt wel even nieuwe. Oh, dat doe je bij een groothandel of zo. Ja. Mag ik het proces zien? Ja. Ik wil een tutorial van jou. Oké, vooruit. Dan gaan we met een leuke scène doen, een leuke shot. Oké. Waar moet ik heen? Naar de librarians. Oké, dan is het tijd voor shot 1. Goed, Char, we zijn hier bij de villager aangekomen. Die prachtige protection. De goede 4. Doe jij eens even een tutorial. Ik ga wachten, die staan hier. Doe jij maar even een tutorial geven. Nou, als eerste heb je natuurlijk emeralds nodig. En we hebben emeralds nodig. Dat heb je genoeg. Ja. En we hebben ook een boekje nodig. Die heb ik ook. Ja, ook een boekje nodig. En dan hebben we natuurlijk de villager nodig. En de villager nodig. Dan open ik de villager. Ik doe wel gebarentaal voor de mensen die niet kunnen horen. Dan... Klik ik protection aan. Hoeveel hadden we er nodig? 4. 3. 3. 1. 2. 3. 3. En dan heb je het gewoon ineens. En dan heb je het ineens. Nou, dan gaan we nu naar de volgende shot, volgende scène. Gaan we heel mooi de overhandiging doen, oké? Jeetje, toen waren we in één keer gewoon bij Mandy. Dit is de beruchte Mandy waar het iedereen het altijd over heeft. Dit is Mandy. Dit is Mandy van Mandy's Mansion. Ja. Jeetje, wat lijkt Mandy veel op Esmeralda. Hé, ik heb voor jou een aantal dingen. Ja. Ik moet ze even zoeken. Kijk, ja, daar heb ik ze. Hier, ik heb 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dat is als het goed is precies genoeg, toch? Dat is precies genoeg. En dan krijg ik van jou... 1, 1, 2, 3. Hey, nou, toppie. Dankjewel, Mandy. En dankjewel, Char. Dan ga ik nu naar een Enfield. Ik wou net zeggen, wat ging ik doen? Ik ging naar een Enfield. Ik ga naar beneden. Doei. Doei. Wacht. Wacht, ik vergeet mijn camera. Zou heel zonde zijn. Goed, dan moeten we ook gelijk even een nieuwe anvil maken. En volgens mij heb ik net letterlijk mijn spulletjes hier ergens gedumpt. Ja, hier kijk, ik kan er gelijk een anvil van maken. Die maak je natuurlijk zo. En dan doe je zo. Hoppakee, dan plaatsen we die op dezelfde plek. Goed, waar waren we gebleven? Ik wil op mijn broek wil ik protection hebben. Ik wil op mijn helm wil ik protection hebben. En ik wil op mijn schoenen wil ik natuurlijk ook protection hebben. Zo. Daar zijn mijn levels op. Dat meen je. Heb ik nou alleen dit kunnen doen gewoon? Meer niet. Ik heb goede schoenen nu. Ik heb een redelijk goede broek. En ik heb een best wel slechte helm. Oh,
Het is tijd om maar even te gaan minen, want mijn diamonds zijn op. En ik moet ook nog eigenlijk, besef ik, me een goede chestplate maken. En ik moet nog meer boekjes kopen om nog meer enchants te halen. Het is best wel een gezeik dit. Laten we maar de mine induiken. Goed, dat was een korte, succesvolle mine-sessie. Fortune 3, jongens, Fortune 3 is echt geweldig. Daarmee krijg je zoveel diamonds. We gaan ze wel allemaal gelijk weer uitgeven. Mending, Unbreaking 3. Weet je wat, ik zie jullie zo als ik alles heb. Goed, ik denk dat we er zijn. Heb ik nog een chestplate hier ergens toevallig? Nee, ik heb geen chestplate. Die gaan we dan even maken. Een diamond chestplate. En dan komt die, hè, jongens. Ik heb geen levels. Oh! Hey, daar ben ik weer. Mag ik nog heel even wat levels, want ik kom toch levels tekort. Dag vrienden en vriendinnen van het goede leven. Ik kom heel even wat met jullie ruilen om zo levels te krijgen. Maar dat vinden jullie vast niet erg, toch? Jullie zijn wel gewend aan deze slavernij waar jullie in leven met z'n allen. Nou, level 16. Laten we kijken of hier ook gewoon een anvil staat. Dat zou me misschien heel wat heen en weer... Nou, weet je, we gaan wel gewoon naar huis. Op mijn chestplate doen wij Unbreaking 3. Mending. En Protection 4. Op mijn helm gooi je Protection 4... En gooi je Unbreaking 3, waar ik niet genoeg levels voor heb. Gelukkig na een explosie wel. Jeetje, toen hadden we ineens 13 levels en kan ik gewoon de laatste enchant op mijn helm gooien. Nou, dat is toch even geweldig. Goed, als je zo even mijn inventory bekijkt, hebben we hier een goede diamond helm. We hebben een goede chestplate, we hebben goede leggings, we hebben goede schoenen, een goede schep, een goede pickaxe en een goede axe. En jullie gaan er in de volgende video achterkomen waarom we dit nou specifiek nodig hebben. In principe zou je het kunnen gokken, dus laat zeker even een reactie achter. Als jij denkt te weten waarom ik ineens goede armor nodig heb, waarom zou ik mezelf nou ineens goed moeten kunnen beschermen? Laat het even weten in de reacties en terwijl je er toch bent, like even de video. Goed, dan wil ik nu even de status bekijken van mijn bamboe farm. In de vorige video heb ik hier namelijk een autocrafter neergezet. En als het goed is, zou ik nu allemaal bamboeblokken moeten hebben in deze kist. Ik had hem eerlijk gezegd iets sneller verwacht, maar in dat opzicht, bamboeblokken zijn ook niet zo heel snel. Ik bedoel, het kost 9 bamboe per 1 blok, dus in dat opzicht, hij is niet trager geworden. Ik had hem gewoon sneller gedacht, maar dat is dus niet zo. Neem we gelijk ook even wat cactus mee. En gaan we eventjes in mijn prachtige winkeltje kijken. Oh, er zijn dingen gekocht, jongens. Ik hoef het helemaal niet te minen. We vullen hem eerst even snel bij. En dan pakken we deze diamond. Gaan we naar de bamboekant. Daar is zo te zien nog niks gekocht. Meer mondelingen reclame maken dus. En zo te zien zijn andere Condit Venus ook lekker bezig met allemaal leuke dingetjes te bouwen hier en daar. Wat is dit? Nou, zo te zien heeft meneer KB zich uitgesloofd en iets gebouwd. Ik weet niet precies wat het is. Meneer Varken die uit de muur komt en 2D dingen en zo. Het lijkt wel een soort van kinderkleurplaat. Hé, mijn spoor die komt hier ook echt bovengronds ineens. Wie zijn spoor is dit? En dan een grote vraag. Wat zit er achter dit huis, jongens? Wat zit er achter dit huis? Geweldig. Hé, er is eindelijk ook een normale route omhoog gebouwd hier. Dan kunnen mensen ook gewoon normaal hier naar boven. Goed gedaan, meneer KB. Verder, als je benieuwd bent hoe dit allemaal gebouwd is, kan je natuurlijk naar meneer KB's video. Het enige wat mij opvalt ook, jongens, is dat deze blauwe muur hier vet erg uit... Waarom kon ik het blokje niet op? Deze blauwe muur steekt echt vet erg uit. Ik vind het erg leuk, meneer KB, maar... Die blauwe muur hier. Ik verwacht dat mensen daarover gaan klagen. Nou, op zich heeft het ook wel weer wat. Op zich heeft het ook wel weer wat. Vooral als je er vanaf een afstandje naar kijkt, ziet het er heel leuk uit. En zeker ook mijn basis daar op de achtergrond. En ik ben daar zo hyped voor om maar verder te bouwen. Maar we moeten toch nog even wachten op de volgende aflevering. Goed, dames en heren. Dan hebben we enorm veel gedaan deze aflevering. We hebben ten eerste natuurlijk mijn basis, een beginseltje aan mijn basis gebouwd. En ik kan zeggen, dit is denk ik nog maar echt 5 tot 10% van wat er daadwerkelijk komt te staan. Het wordt echt veel groter. Verder hebben wij ook nog mijn prachtige, mijn spuuglelijke Froglight Farm hebben wij verplaatst in de Nether. En hij werkt nu goed. De magma's dingen spannen goed. En het enige probleem is dat mijn Iron Golems vermoord worden. Maar gelukkig hebben jullie vast wel de reactiestips achtergelaten waarom dat gebeurt en hoe ik dit op moet lossen. Want ik heb echt geen flauw idee. Dan zie ik dat mijn vuurwerk op is. Dus ik koop nog heel even snel wat nieuw vuurwerk hier. 1, 2, 3, 4 diamonds gaat dat kosten. Dat stoppen we dan allemaal even in de grote raketdoos hier. Goed, en ondanks al deze activiteiten, deze aflevering, denk ik dat het een iets kortere video is dan normaal. Ik weet het nog niet helemaal zeker, maar het kost heel veel bouwtijd en verplaatstijd en weet ik wat allemaal. Maar ja, ik vond het wel een hele leuke video. Als je je afvraagt waarom ik deze prachtige armor nou nodig heb, kijk dan zeker even de volgende video. Hou mijn kanaal daarvoor in de gaten.
Abonneer dus zeker eventjes, want dan vergeet je het niet. En is die video nou nog niet uit? Kijk dan gewoon even lekker... dames en heren? Kijk dan even lekker deze video. Dit is namelijk het vorige Content Veendeel. Hierin heb ik prachtige bomen gebouwd, andere dingen gedaan. Een hele leuke video om zeker even te kijken als je dat nog niet hebt gedaan. En dan nu spreek ik laat een glaasje water.